Maar zit ze nu weer achter die rotklomel? Dag en nacht zit ze achter dat tank. En Mich, ze is te gaan goed met mijn stoom. Ik ben juist geen interessants aan lezen. Interessant? Ja. Oh, dus dat wat zich leus is interessanter dan zich. Nou, merci, hier. Ah, kijk hier. Luchtpostpapier. Jeetje, handgeschreven, ja, zo ging dat, 15 jaar geleden. En dan stuurde je zo'n brief en dan was je blij als je 6 weken later antwoord had. Tegenwoordig schrijf ik zo'n briefje gewoon op de computer via een mailtje en dan druk ik op send en dan heb ik een dag daarna al antwoord. En hier ook zo'n telefoongids. Eigenlijk niet meer nodig. Of een encyclopedie. Vroeger zocht je dat in zo'n boek op en als ik tegenwoordig iets wil weten, dan zoek ik dat via een zoekmachine, Google. Ik typ het in en ik krijg het antwoord. Bankzaken doe ik ook al via de computer. Ik zou dat hele ding gewoon niet meer kunnen missen. En dat zijn nog maar een paar van de vele duizenden mogelijkheden die een computer heeft. En weet je wat nou zo leuk is? Iedereen kan dat leren. Tot straks. Ik ga vandaag naar mijn eerste computerles toe. Ja, mijn kinderen doen het, vrienden doen het. Altijd moet ik een leun overlopen. Als ik op vakantie ga, ja, dan moet ik altijd aan vrienden vragen. Kind Germich dat boeken. En als ik dat ga doen, dan kan ik dat zelf op de computer gaan doen. Het bankieren. Op de computer. Hier, ik heb nog nooit in de computer aan of voet gezet. Ik weet nog niet hoe het knopje zit. Ik ben eigenlijk best wel nerveus. Omdat het de eerste keer is. Maar we zien wel wie het gaat. Wat ik op mijn computer doe, is op het eerste smeulens altijd kijken naar mijn mail. Dat vind ik altijd heel leuk, voor te kijken wat er allemaal inkomt. Weer dan nog, dus zeg maar betalingen via mijn computer. En ze doen dan doen en op internet. Die vinden het een geweldig medium. En ja, soms hebben ze heel lastige woorden. En denk je, god, wie kan ik dat nu vinden? Nou, Google even en dan wist het weer. Dus ik vind het een magnifiek medium. Ik doe niet van met mijn computer. Mijn vrouw deed het meeste ermee. Maar ik doe wel internet een keer en overal naar leuke dingen loeren. Wie campers en caravans en zo gaat allemaal. De 86-jarige mevrouw Nijssen vond zichzelf eigenlijk te oud voor de computer. Maar toen 3 jaar geleden een van haar kleinkinderen voor lange tijd naar het buitenland vertrok, ging ze overstag. Via de computer kon ze immers contact hebben met haar kleindochter. Haar niet alleen spreken, maar ook zien. Inmiddels kan ze haar laptop niet meer missen. Er ging een wereld voor me open. De mogelijkheid om zo ver weg, zo intens contact met elkaar te hebben, dat vond ik heerlijk, ja. Ik doe niet alleen mailen en skypen, maar ben tegenwoordig ook bezig met internetten, met bijvoorbeeld bankieren, uitzendingen mist, googelen, familiewebsite. En nu is er weer een andere kleindochter van me, die zit in Afrika. Het was in het begin behoorlijk moeilijk hoor. Ik dacht, oh jeetje, dat red ik nooit. Maar met hulp van de kinderen is dat allemaal goed gegaan. Ik raad het iedereen aan, echt waar. Het is lekker op Jekerdal geweest, heerlijk gelopen eerst. En toen lekker op een bank gezeten in de zon. Oh, wat verrukkelijk. Ik ben goed content en alles. Ja, ontzettend aan mijn zin. Het is heel erg leuk. En ja, leuke collega's. Leuk. En leuke leerlingen, ja, echt wel. Heerlijk, heerlijk. Ja, dat is schoen. Dan zei je dat maar bij helpen. Oh! Twan, ik heb ze eten. Zeg leven. Yes, schat. Bont Henke. Wat wil ze erop? Het doet me wat roze ink. Hoeveel dat nog, ja? Zeg, ik wetste, hè? Ja. Dat blond vrouwtje, wat heb je dus achter moeten? Die met hem BMW. Heb je toch verteld? Die heb ik les getroffen op een receptie. Wetste, die heeft een eerlijk douche en een bubbelbad. En een grote slaapkamer met een waterbed. Ja, echt wel. En een eerlijk kast.
En de kelder bij die onder. Gans ingericht, weer een café. En dan gaat hij het hoes verkopen. Wat zonde. Ik ken beter zonder televisie dan zonder computer. Als iemand er gewend bent, dan mis hem heel erg. Ook met e-mails en zo gaat alles gaat via e-mail tegenwoordig. Dus dan komt ze gewoon niet aan. Hè. Muziek luisteren. Ik zoek allerlei soorten muziek op. Klassieke muziek of wat lichtere muziek. En daarnaast ja, ook wel mijn post verzorgen. Hè. Dat is het. Ik heb geen computer. Ik kan niet meer goed zien. En dat is de reden dat ik geen computer heb. En ik heb het te druk met andere dingen. Tegenwoordig zijn er computers in alle soorten en maten. Er zijn toetsenborden met grote duidelijke letters en beeldschermen die je met de vinger kunt bedienen. Dit soort computers kun je vinden in speciale winkels voor ouderen. Goed, men heeft gezocht in zijn algemeenheid naar een middel om voor senioren het computer gebeuren wat meer bereikbaar te maken, dus drempelverlagend te werken. En bijvoorbeeld deze firma heeft verzonnen dat er een speciaal programma gemaakt is waarbij men werkt met een aanraakscherm, een touchscreen heet dat duur woord, maar een aanraakscherm waarbij je door middel van aanraken van een icoon eigenlijk zeg maar de computer bedient. Ik zal het even laten zien, heel kort. Als ik naar internet toe wil, druk ik daarop en ik kan hier nu op internet en hier heb ik mijn zoekmachine. Ook hier door middel van een druk op de knop naar het programma toe, naar waar u een inkomende mail kunt zien. En alles gaat gewoon simpelweg met één handeling. Eén druk op de knop. Goedemorgen. Ja, ik kom voor mijn eerste computerles. Dus je weet niet wie er aan het doen. Nou, dat kan ik wel eens heel snel leren. Kom maar binnen. Nou, goedemorgen dames en heren. Welkom in het lokaal hier in Wijkerpoort in de school voor een computercursus. De muis, ik heb hem hier voor me, die heeft een bepaalde vorm. En de vorm die wat die heeft is namelijk je handpalm. En met dit programma gaan wij zo meteen oefenen. Want dat is het fijnste programma om met de muis te leren werken. Ja, luister, dat is het wel verplicht, want het is zo afhankelijk anders van anderen. Als je het wilt regelen, dan krijg je een brief en onder die brief staat www voor meer informatie. Ja, en als ze dan niet kent computeren, krijg ze die informatie niet. En daar loop ik me iedere keer op doet. En voor de rest, ja, Skype, dat vind ik het einde. Nou ja, ik ben met de computer begonnen door het feit dat er geen elektrische schrijfmachine meer was te krijgen. En ik dus heel veel moest schrijven. Dus waar ik wel verplicht om een computer aan te schaffen. Pak de moes nog eens vast en dan ga je alleen maar een rondje draaien. Alleen maar een rondje. En loer maar naar het beeld. En maak het rondje maar groter. En nee, draai je met die hand goed zo, hè. Ik vind het wel heel belangrijk dat alles via de computer moet. En dan moet ze eerst aan de kinderen vragen, kan ze me even helpen of komen? En dan ben je zo afhankelijk dat ik denk, nou, ik ga het ook maar doen voor op les te gaan. Ondanks mijn leeftijd, die dagen gaat het niet, maar ik denk het wel. En wie vindt ze? Ja, die is leuk. Ja? Ja, dus nu wel verslaven. Oh. Dat is al goed, ja. Hier op de toestijd, je moet toch helemaal hier beginnen. Mm-hmm. Nou, dan zien we ons de volgende ja. week. Oké. Okay. Ja, goed. Prima. Bedankt. Hè. Bedankt. Hè. Oh, ja. Hoi. Vanmiddag heb ik mijn vakantiefoto's erop gezet. Die ga ik dan straks nog op Facebook zetten. Dus ik zit ook op Facebook. Ik boek mijn vakantie op de computer. Ik koop dingen op de computer. Ik chat. Ik e-mail.
Ik heb voor de vakantie opgezocht hoe warm het daar was en hoe warm het daar bleef. De buienradar, 14 dagen. Dus dat soort dingen eigenlijk. Heel veel op de computer. Maar wat nu als je problemen hebt met je computer? Dan kun je natuurlijk terecht bij de winkel waar je hem gekocht hebt. Of bij een computerservicebedrijf. Wij kwamen op onze zoektocht een studentenklusbedrijf tegen. Dat ervaren studenten inzet voor allerlei karweitjes. Van tuinieren tot verhuizen en van catering tot computerklussen. Google. Wat je dan doet is naar google.nl gaan en Gmail invoeren. Ah, zo. Enter. Ja. En hier ziet hij ook bovenaan het resultaat. Ja. Hier ziet u staan nieuw bij Gmail. U bent nieuw en we willen graag een account voor u aanmaken. Ja, goed, de belangrijkste problemen die wij tegenkomen voor mensen met een computer zijn dat mensen niet weten hoe ze bepaalde hardware installeren, bijvoorbeeld een printer of een scanner. En verder hebben mensen ook vaak problemen met het samenstellen van softwarepakketten, bijvoorbeeld virusscanners. Veel mensen die op internet gaan, die hebben er geen idee van dat er ook nog zoiets is als een virus. En daar moeten mensen tegen beschermd worden. En daar kunnen onze ICT-studenten mensen bij helpen. Mocht u zelf geen verstand hebben van computers, is het altijd handig om eens aan uw kinderen of aan uw kleinkinderen, die wel met computers opgegroeid zijn, te vragen, wat voor eentje moet ik nou hebben? En natuurlijk is het winkelpersoneel ook kundig genoeg om u op het juiste pad te brengen. Dus van tevoren eerst goed bedenken wat je er eigenlijk mee wil? Wat je wil gaan doen, ja. Laat je ook niet zomaar iets aanpraten. Eerst goed zelf onderzoek doen en vervolgens overgaan tot kopen. Over het algemeen zijn computers vrij prijzige producten. De mensen thuis hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken, want computer is voor iedereen te leren. Dus of je nou 80 bent of 18 jaar oud, iedereen moet ergens beginnen. En onze generatie is nou eenmaal met de computer opgegroeid, maar dat wil niet zeggen dat wij die kennis niet aan u over kunnen dragen. Bang voor de computer is Anita niet meer. Ze is zelfs zo enthousiast dat ze met hulp van een kennis een eigen laptop heeft aangeschaft. Ook haar man is nu op les en samen proberen ze de kneepjes van het computeren onder de knie te krijgen. Okay. Jackie, met mam. Luister. Nee, dat ben ik niet voor. Maar ik zat juist met pap om tafel te eten. Hè. En de godschaanselijke tijd had er over die feestelijke blonde van die achter. Die met die BMW, ja. Volgens mij geen dag met die. Wat een kind. Noets. Noets heb ik het gemerkt. Pap zit dit op dagen na achter zijn computer. Wat modig nu. Ja, Irma. Misschien zweert het een tijd dat zich ook eens op computerles geeft. En als u nou geen computer heeft, dan zijn er meerdere mogelijkheden waar u gratis terecht kunt, zoals hier bijvoorbeeld het Centre Céramique. Die computers en laptops die worden al snel ingehaald door allerlei nog vernuftigere snufjes, zoals een tablet of een smartphone. Die zijn klein, handig, de hele digitale wereld past erin en je kunt het zo in je jaszak of in je tas stoppen. Elke dag komen er nieuwe websites en apps bij, waardoor de informatie alsmaar uitgebreider wordt en er ook voor iedereen iets leuks, interessants of handigs te vinden is. En ook de bediening wordt steeds gemakkelijker. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen website www.grootverein.nl. Daar kunt u alle afleveringen terugzien op ieder gewenst moment, maar ook heel veel praktische informatie vinden. En u kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. En dan kunnen we u helemaal op de hoogte houden, zodat u onze volgende aflevering bijna niet kunt mislopen. Dus, graag tot dan!